Kamautertje, want ja, dan ook gelijk maar triest. Ik drink ook niet meer. Is vies. Als in algemeen. Als sinds dat ik terug ben van vakantie, even niet. Yes. Hier dit is fucking water. Vies. Oh, volgens mij waren het voor jullie. Ik die zegt fucking vies. Ja? Ja. Oh, is dit niet warm water, Mie? Ik heb... Oh, de glas is... Het glas is warm. Dan doen we het wel. Yes, thanks, Han. Oh. Oh, voor wie was die? Wij ook water? Was dat? Oh, ha. We hebben water. Dat vind je echt niks. Nee, ik hoef nog niet. Je wilt die wijn, hè? Ja, dat is het. Ze wacht op de wijn. Wil je die of die? Ja. Mijn moeder van. Kijkt. Ah, joh. Eén keer gek maar. Doe maar. Chardonnay? Oh, doe maar Chardonnay. Oh, nou, doe die maar. Doe die maar. Omdat die al open is. Nee, ze wil die. Wil je deze? Oké, deze. Oké, okay, nee. Oh, bijna tegelijk, sorry. Ja. Hoppa, oek, oek. Ja, oké. Okay. Niet veel. Ja, oké, okay, netjes. Stop maar. Nou, je had me toen met... Proost, schatje. Nou, proost. Hey. Nou, gaan we echt serieus op proosten met een plastic beker? Ja. Fucking druiven. Ja. Cheers. Met de koffie. Met de koffie. Oh. Volgens mij is het nu wel droog. Ja? Tenminste, it looked like. Ik neem even een cakeje mee. Is het droog? Het is droog! Yes, kom. Oh, nice. Nou, okay. Ik neem ook een cakeje mee. Cakeys. Zie je, ik ben echt niet zo... Het is een prullenbak, toch? Ja, doe maar. Oh, nee. Oh. Wat is het? Hallo? Oh. Hallo? Just as I thought, trash. Jor, is dit voor vanavond? Huh? Is dit voor vanavond? Ja. Zijn het roze jakken of zo? Oh, ja, lekker. Ja. Ik pak deze gelijk. Deze komt dus op de webshop. Ja, goed gezien. Ik kan dat Ariana Grande. Ga ik hem gewoon likken. Hou op, nee, dat waren donuts. Hè. Ik heb dingen niet afgedekt. Oh, wat schattig. Huh? Wow, dat is allemaal zo. Ah, joh. Dat is echt... Mis je Baskin een beetje? Nee. Ja, ik bak dus nu wel crepes op markten en op evenementen en zo. Ja, ik zag het. Superleuk. Ja, dan sta je daar de hele avond achter. Om te janken. Ja, ik weet het. Weet wat je aangehaald hebt. Ja, van kruplaat. eens kijken, zullen we lekker naar buiten, jongens? Mm-hmm. Ik vind het goed. Je zit nog niet de kek van die op te eten? Nee, nee. Nee, ik ga niet durven. Wow. Wat gebeurt er? Nou, dag maar. Oh. Nou, so much for droog. Ik wist ook gewoon dat je deze ging doen. Oh, wist je dat? Ja. 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 Welk had je hem? Nou, ik had een trui, maar die zat niet lekker. Welke? Oh, ik heb echt een best op wat? Zo. Sharon, pak een vuller. 3 dagen daarna ontslagen. Ja. Oké, okay, let's go. Ik wil het zien. Oké, gaan we als eerst naar de boot. Ja, even op pad. Ja. Even op pad. Mag ik hier onderdoor? Ja, dat mag. Jij mag het. Maar ik herken die boot ergens van, maar ik weet niet waar. Kos. Geen merk noemen. Oh ja, dat is Kos. Hé, Daphne, die blouse trouwens. Ik zeg net. Nice, hè? Ja. Oh, leuk. Dank je. Oh, leuk. Jij ziet er ook de laatste tijd echt leuk uit. Ja, leuke jassen en zo. Ik kijken dat ik denk, boy. 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 Je haar ook leuk. Ja, nou ik... Ja. Moet je echt zo volhouden? Ja, ja, dat is echt heel mooi. Wel, het is leuk voor de zomer. Duidelijk. Nou, wat hebben we hier als allereerst, jongens? We hebben hier de boot van Jessie, waar Jessie en Meeuw in slapen. Ja, oh, daarvan! Van dat fragmentje. Wacht, dat fragmentje met de koffie. Dat ze er wel zo op ging leggen, ja. Toen ging die hele boot. Ja. Ja, dus de woonkamer, keuken, allemaal okay. Dat soort gebeurtenissen. Mag ik even snel loeren? Ja hoor. Wat is dit dan? Leuk. Een huisje. Een moisturizer overal. Hé, hey, waar heb je nou allemaal geslapen dan? Ik heb in de tent geslapen de eerste 2 dagen. Oh, ja. Toen ben ik naar Martleuf gegaan, ben ik een paar dagen naast Alexandra gaan slapen. Daarna vervolgens gingen de bedden uit elkaar naar de woonrenovatie. Mm. En nu slaap ik in de caravan. Dus we lopen eventjes dan zo. Met die jongens toch? Ja, ik krijg vind het heel fijn. Ja. Maar de afgelopen tijd slaap ik echt kut. Ja. Wat dan? Ja, ik heb iedere ochtend als ik wakker word, heb ik buikkrampen. Maar vandaag was de huisarts, dus ik heb irritatie met mijn buikwand. Dus daar krijg ik pilletjes voor. Als jij niet heel goed eet, als dat je thuis eet, dan... Ja, goed eten. Krijgen. Je mag... Krijgen naar achter douwen.
Wil je nog? Het atelier, ja. Wil ik even zien, want dat is verbouwd, toch? Ja, het atelier is echt sinds eergisteren verbouwd. Kijk dan. Hoe werkt deze ding nou? Oh, deze deur zit klem, dus ik kom maar gewoon lekker naar binnen. Oh, het ziet er goed uit. Oh, het is hier wel koud, hoor. Ja. Hier zat een boom en daaronder zaten dus allerlei eieren onder het huisje. Ja. Oh ja, hier zit André altijd te draaien. Ja, en Jens ook. Mijn haar is er helemaal niet. Te draaien. Oh, ja, zo. Tot toch? Ja, en dit is dus de afgelopen dagen waren we hier toen mee bezig geweest. Ik zweer het je. Toen dacht ik al, ik mis hem. Wat zo grappig is, als je het op tv ziet, lijkt het heel gewoon uit. Ja, Jordi, ik kan niet omgaan met ronde dingen. Nee, maar luister, ik heb dat alleen maar gegooid, zodat ik niet in die tent hoef te slapen. Hè. Want ik... Wow. Want ik vond die tent, ik zei... Is dat altijd zo? Nee. Mm. Maar toen met dat ze zaten van, oké, waar kom jij dan slapen? Maar dat soort dingen, dat ik mezelf dacht van, ik ga no way in die tent slapen. 5 minuten later, ja hoor, ik slaap in de tent. Fucking hele lulverhaal, ik kan niet met ronde objecten. Ja hoor, doe maar. Ik sliep dus daarvoor, daar staat nu Mariska. Oeh, het is hier heel warm. Ja. Sauna. Nou, leuk. Ja. Kijk, dit komt gezalig. Oh, sorry schat. Gezalig. En als je voorbij is. Ik heb al dat ding gebouwd, ik denk, jongen, we zien dat. Ja, maar je snapt wat ik bedoel toch. Ja, oké. Okay. So take off all your clothes. Ik wil hier... Nou, het ziet er echt mooi uit. Ja, je hebt het wel echt goed gedaan, joh. Ja. Samen met Brandon, hè. En Dylan en Fanny hebben ook hier heel goed mee geholpen. Het dak nu wel waterdicht. Het dak was gewoon waterdicht, hè. Oh. Het was alleen de onderkant wat... Oh. Leuk ook, die regenboogdingen. Oh, ja. En hier... Even kijken. Ja, hè? Oh, even loeren. Oh, wow. Ze gaan de bussen niet door. Oeh. Huh? Dus kan hele aanval, joh. Nice. Is dat soms een podium? Nou, eerlijk, is wel echt mooi. Ja, is wel toch? Een podium, podiumwagen. Loop maar even naar binnen, hoor. Beter dan dat Fit for Free niet. Ja, joh. Echt. Ja, nou, dat ziet er niet uit. Nou, wij hebben onze eigen Basic Fit. Echt cool. Hij vindt het wel vet, hoor. Ja. Nee, kijk, er staat zelfs hier Utopia zo. Huh? Ja. Details. Nee, hoe heet het? Peter en Remco, die hebben Jessie Gerrit heel erg geholpen met hun 2 nummers. En die hadden toen ook een mailtje van, hey, voor €300 kan je deze apparaten gewoon... huren en haal ze eind december op. Allemaal? Ja, alle 7. €300? Met transportkosten. Oh? Hm? Ja. Wow. Goed geregeld. Dus nou, gekke deal. Kerstman. Ja, die kreeg ik van de kerstman. Oké. Okay. Vorig jaar met kerst, maar ja, toen was ik hier niet. dus ja, het is echt maanden werk geweest. Bloed, zweet en tranen. Ja, maar wel leuk. Oef. Ja, het ziet er wel echt leuk dat uit. Dat hebben we allemaal gevolgd. Af is. Ja. Het klaar is. Ik ben echt blij dat het echt gewoon... We hoeven niks meer aan te doen. Het lekt niet. Misschien een beetje aan de onderkant waar het gas en daar dergelijke komt. Maar voor de rest werkt het allemaal gewoon prima. Ja. En dan heb je de dansruimte van Frenny. Waar Frenny dan dans. Dat is wel echt nice gebouwd. Ja. Leuk hoor. Wel tof. Kan je toch eindelijk laten zien. Ja. Ja, dankzij jullie allemaal. Hè. Ja, zo. Dat ging ook niet van de leien, dankje. Ja. Dat lijkt iets te enthousiast. Oh, we gaan stemmen. Oh. Ja, je moet er ook nog voor stemmen. Ja. Had je niet verwacht dat ik zou zeggen, jongens, zullen we eerst even nog rustig over nadenken voordat we meteen zouden zeggen, Jordi? Nee, of wel? Niet verwacht. Oh, jawel dus. Ah, heerlijk. Dus ja, dit is zover de gym. Nice. Looking good. Ja, yes. Jij ook. Goed gebouwd. Huh? Goed gebouwd. Ik ben trots. Ja. Wat is je volgende project? Of naar huis. Meer? Huis. Nee joh. Nog even blijven. Ja, dat is dit een project. Ik kan niks meer van de grond opzetten. Ik ben mooi geweest. Oké, nou sportsen. En dat hebben ze nu gerenoveerd tot een kledingkast. Dus slaapt hier niemand meer? Ja, het is wel, er is nog wel een bed en nog een ander bed waar dus dan mensen, inwoners... Ja, is goed, schat. Ga maar aan de kuppen. Grijp je rossen bij af. Die elkaar zat zijn, die kunnen nog alleen slapen. Ja. Oh, zo'n muggen. Oh, dat is zo gek. I want that stelter. Kijk, de oorbellen. Wees maar even blij met het moment. Ja, ik ben heel blij. Dan kan je er even vooruit zo meteen. Dat is echt heel erg. Ja. Wat is er met je gezicht in mijn haar? Oh. Nog gezellig. Ja. Nou, dit is zo. Kippen? Kippen? Ik zie geen eens om de kippen. Nee, de kippen zitten allemaal in het hok. Nou, ik zie er hier één hoor. Oh shit, die moeten nog in het hok. Oh, daar zie je de eentjes waggelen. Oh, wacht. Crazy.
Een cakey. Ze moeten wel natuurlijk volgen. Ja, een cakey. Oh. Ja, ik wilde net zeggen. Hij denkt dat ik gek ben. Kijk, daar heb je eentjes van gemaakt. Oh, we hebben dus Indische loopeenden. Oh. En die vliegen dus niet, maar die lopen dus alleen. En die waggelen. En die zijn toch leuk? Die zijn echt leuk. Ja. Heb je gezien dat we die zes moesten vangen? De bank in, ja. Naast de fiets. Ja, dat heb ik gezien, ja. What the fuck? Oh, ook elke keer als we... Iedereen achter die kippen, achter die ene. Maar voor ieder evenement moeten ze ook kippen gaan vangen enzovoort. Hè? Dus bij ieder evenement zitten we dan 2 uur van tevoren. Stop, kip, je bent aangehouden. Dat soort dingen om nog een beetje soort leuk te maken. Ja. Oh, echt verschrikkelijk, ik hou ervan. Dus kijken, hier sliep ik met Alexandra een hele lange tijd. Toen Adrien wegging, toen ik naar de caravan. Oh ja, met dat kastje. Ja. Oh, dit ziet er wel heel mooi uit. Oh ja, dat ja. Ziet er echt verzorgd. Het mooiste huisje. Ja, oprecht hoor. Voorheen, hoe kijk uit, troepels. Voorheen was het heel erg lelijk. Wie slaapt hier nu dan? Frenny en Alexandra. Ik zou hier, als ik hier zou wonen, zou ik hier ook gaan. Ja. Nou schat, hier wil je niet wonen. Nou, mensen die hier willen logeren, die willen ook altijd hier. Ja. Volgens mij, dat kan me ook wel. Naast die hond en die kat? Dus die dat is haar zoon. Boerderij, ja. Boerderij. Ja, boerderij noemen we het. Hey, de zoon van Lexi, Jordi. Okay, heb ik al gezien. Die is toch al 3 keer hier geweest? Ja, ik zei dat het tegen Jordi wist. De foto. En dan hebben we hier het bruine huisje. Die heeft Brennan toen helemaal in het begin gemaakt. Deze? Ja. En nu slapen daar Milena en Jens. Onze liefdeskoppel. Oh ja. Desmatras. Hebben hun een relatie? Ja, na trouwens een relatie, om het zo te zeggen. Een relatie. Ze gooiden geen stempel op. Oké. Okay. Ja, hier dacht ik dus dat ik ging slapen. Dus ik had al een hele idee van, oké, ik ga daar een buis hangen, zodat ik mijn kleding daar kan ophangen, allemaal dat soort dingen. Oké, okay, maar ik zie hier bijvoorbeeld geen spiegel. Oh, laat maar. Want ik zie hier allemaal make-up en zo. Ik dacht, hoe doet zij dat nou? Gewoon. Zijn dat blind spot. Dat zijn dingen waar Sharon over na. Ik zag allemaal make-up en ik zag geen spiegel eerst. Dus ik dacht, hoe doet zij dat nou? Katie zit in de hok. Maar we hebben geitjes. Echt superleuk. Ja, die zijn ook schattig, hè? Oh my god. Maar Anna is echt de leukste geit. Lucy die bokt. She's a bitch. Anna is echt... Oh, ik hou niet van geiten. Oh, dus is dit Evie? Dit is Evie. Maar geen dierenvriend. Hè? Wat is er? En waar is die andere dan? Ik moet heel erg lachen op het feit dat jij zegt, Anna is echt de leukste geit. Nee, maar als je Anna ziet, dan pak je het. Ik ga het ook uit die hok halen ook. Nee. Nee joh. Jawel. Oh my god, dit is zo typisch Jordi. Gaat die Anna er nou bij halen? Kom. Ja. Laat hem maar, Jordi. Ah joh, kijk hoe leuk ze is. Ja, ze zijn allemaal schattig. Kijk hoe leuk ze is. Doet niks. Kijk hoe leuk ze is. Wacht, Anna. Nee. Even kijken. Ze kijkt zo troepie. Iedereen bij jou. Weet je wat zo is? Kijk, wij hebben echt hier geen prikkels, hè? Dus de geiten zijn leuke prikkels. Oh, dus, oh dat is zo sad. Ja, echt sad. Rising ik heb geen mobiel, ik heb geen Insta, ik heb helemaal niks. Nou, je hebt een geit. Mis je? Drie. Huh? Mis je dat? Mobiel. Ja? Als, wanneer het regent, dat ik echt geen kut te doen, heb iedereen zijn achter die computer dan wel. Doe je Instagram scrollen. Ja. Oké. Hier is Katie. Je had het net al. Wat? Ja, maar ik denk dat er ook een hele goede hangrijf uit. Ik zie wat glad van mijn nummer. Maar je leeft wel echt in een hele andere wereld, want tegenwoordig... Jongens, een varken. Kom maar, kind. Nou. Ja, die ligt lekker te slapen. Ja. Ja, dat ken jij niet. Nee, want het is een nieuwe meme. Het is een nieuwe meme van Kylie Jenner. Dan gaat ze zo naar Stormy en dan zegt ze... Nee, maar ze doet de deur open. En dan staat ze daar zo van... And I'll go show you guys your room. En dan is ze naar binnen, staat ze bij dat bed. En dan is nu echt alleen maar memes. Oh, ik had wel begrepen dat bij Area 51 dat mensen die zijn echt zijn bestormd. Ja. Twee Nederlanders. Calvijn, toch? Ja. Nee. Oh. Twee onbekenden. Ja, die oh my god, dat is echt erg als ze dit kijken. Ik ken ze niet. Ze zijn geen onbekenden. Ik ken ze gewoon niet. Maar ja, dit is misschien van Katie's Parkertje. Meestal is ze meer actief dan zomaar. Ja, maar over wat? Over die twee jongens die zijn opgepakt bij Area 51. Maar straks kijkt een van hun. Dan word ik aangevallen. Ik ken ze niet. Komt goed, jongen. Het is alleen wel echt super awkward. Dit allemaal, omdat ik jullie natuurlijk 1 niet had verwacht. 2, je weet natuurlijk niet helemaal wat je wel niet kan zeggen. Wat jij wil, maar je moet oppassen wat je zegt, want je kleine nichtje van 11 die volgt je ook. Wie? Ja, Feline. Ah nee, meen je? Die zit elke avond te kijken. Nee, ja, oh shit.
is van de week met die ranking de Utopianen. Oh. Ik heb mezelf op nummer 5 gezet, want ik zie mezelf na Utopia nog wel. Ja. Maar dat was echt... Ik een grapje niet, toch? Ja, het was een grapje, maar... Oh! Meen je dit? Oh shit, dan zou ik even wat beter letten op... Eens kijken, hier is de tattoo shop. Leuk, hè? Ja, die mag niet vies worden, dus ja? Moeten we niet... Nee, maar daar hangt onder andere Love is Love en anders erin, hoor. Maar ik niet had uit. Verwacht dat het kouder zou zijn. Nee, maar we hebben zo'n heater ding die dan... binnen 5 minuten is die helemaal warm. Hier slaapt dan Dylan, hier slaap ik en hier slaapt Brandon. Oh, en dan, oh, als we dan B&B bijvoorbeeld hebben, dan komen Milena en Jens slapen dan in Dylans bed. Dylan slaapt naast mij en dan Brandon slaapt nog steeds alleen. Lag Freddy nou van de week bij jou in bed? Nee. Nee? Ook niet toen die B&B... Dat was Dylan. Was. Oh, echt? Ja. Ik weet het niet, ik heb niet gezien. Ik zag alleen mijn lakens. Oh. Snurkt er niemand hier super hard dat je echt denkt... Ik praat hier enorm veel in mijn slaap. Ja? Okay. Ja. Dat heb ik begrepen van Brennan. Ik snurk hier. Bij Mart Leufke snurk ik wel, hier snurk ik dus niet. Maar ik ben hier echt in mijn praat aan het slapen. Maar dat had je ook in slapen. En praat. En hier heb ik dan... Komt nee, u maar. Nee, hoeft niet. En hier heb ik dan mijn kleding... Knokworst, jongen. 1 munt. Lekker. Hier heb ik dan mijn kledingkast. Echt gewoon 2 plankjes waar ik echt alles naar achter zit te schrijven om te hopen dat het past. Je weet hoeveel kleding ik heb. Ja, dat was een beetje spijtig. Je weet hoeveel kleding ja. En je weet hoeveel er nog thuis ligt. Ja. Jongen. Hoeveel er niet mee kon. Ahem. Maar ja, dit... Jas vergeten. Ja, kut. Merelrokje. Meteen over beginnen. Dat hij meer zo staat. Ja. Wel goeier, want ook voor de artiesteningang. Ja, meer naar de boom toe, zeg maar. Ja. Ja? Vind ik wel goeier. Oké, doen we dat. Toppie. Nou, lekker veel bier. Oh, ja. Gaat wel een beetje. Ja, Brennan en Dylan, hè. Moeten wel zo'n, denk ik, zo'n... Ja. Je mag niet te veel weten, denk ik, van de buitenwereld. Nee, dat dus, weet je. Van, het is van, kijk, je kan het wel googlen, maar... het is niet dat wij alle nieuwskoppen kunnen lezen, want we zijn hier natuurlijk afgezonderd, om het even zo te zeggen. We zijn helemaal gedetineerden. Ja. Yeah. Gedetineerden? Oh my god, Jordi, ja. Jij weet er wel zo leuk te formuleren. Ja, toch? Maar, oh god. Die gaan roken. Ja. Echt altijd. Als ik ze ook nodig heb, dan is het altijd, ik loop naar het rookschok toe, want daar zijn ze allemaal. We zijn nu weer 5. Maar ja, hè, dat moet pretenderen. Maar om het zo te zeggen, we zijn natuurlijk afgezonderd, weet je wel. En we hebben daarvoor... Dus, ja. Dus, ja. Dat is ook wel zo logisch dat het... Ik ben heel benieuwd hoe ze mijn huilen in beeld gaan brengen. Meid. Ik moet echt heel erg huilen. Ik denk dat waarschijnlijk dat het wat meer om jou gaat, mij gaat dan om jou. Oh, ik zat ook eten zo. Dat zo. Jij moest ook huilen. Ja. Dit is evenementenkel waar we toen die klompendans op hebben geoefend. Zo, ik kan op klompen dansen. Nice. Ja, dat is echt iets wat ik kan afvinken op mijn bucketlist. Ja. Eerst kon je ook dat... En nu kan je dit ook erbij. Ja. Oh, heerlijk. Nou. Dus kijken, nou, we hebben hier weer afzendlint allemaal. Omdat dit is het rokershok gebeuren van voor vanavond. Heftig, hè? Nou, leuk. Gezellig. Komt u maar. Nou, we staan in het rokershok. Nou, iemand nu nog een... Hey, heb je nog een... Ik ga vallen. Oh my god. Huh? Nee. Oh, niet? Nee, niet. Nee. Ik weet ook niet eens meer wat ik over wie heb verteld. Heb je Tinder gedaan? Nee, schat, we staan er niet. We zijn er niet. Kijk maar. Heb je Tinder gedaan? Ja, nog steeds. Nog steeds? Ja, maar allemaal laag. Oh. Ja. Kijk je uit met dat lint? Oh ja. Nou, die schoen is ook niet meer heel wit. Nee. Okay. Dat was hem ongeveer qua het terreingebeuren. Ja, daar hebben we nog een 5, maar ja, dat is niet echt super interessant volgens mij. Wanneer komt die Roze Kerk? Komt hij wel toch? Dit is het podium. Ik denk dat de Roze Kerk
Die komt, dus, die komt om 12 uur, stond er. Oké. Had ik gemaild, maar waarschijnlijk ook. Maar weet je wat ze is? Dat weten jullie zelf ook. Je moet eerst even wachten. Ja, ja, ja. Ja, zo. Thank you. Lekker. Werk nog met Pally? Nee. Nee. La. Nee. Heel flauw. Zo. Oké. Okay. Nou, maar. Ik denk dat jouw koffie echt uitgevoerd. Nee, nee, je weet toch dat ik mijn koffie altijd moet dat ding toch. We moeten hem even uit. Dat is lekker, hè? Ja, dat is sneller. Ook wel bekend als Lauw. Ja. Oh, daar gaat hij. Ja. Sorry. Ik gooi dit lekker allemaal op, jongens. Ja, lekker. Mag ik even Dagmar en Dagmar en Dagmar. En Dagmar, even eentje komt lenen. Sure. Natuurlijk. Yay. Willen jullie mij dan even helpen met dit ding? Waar we bellen. Willen jullie me dan even met het, mee? Zit het nou goed? Ja. Oké. Okay. Zo. Ja hoor. Salis. Het familiediner. Yes. Wij in de kost. Are you brother and sister? Yeah. Yes. Yes. Ja, trouwens. Ja, dat kan zo. Oh, echt? Jeetje. Ja. Ja. Nee, we vroegen ons af, want Jordi zegt natuurlijk altijd, ik wil een man en ik mis een man hier. En oh, yeah. Hij heeft het een beetje zwaarder mee. Dus ja, het heel zwaar. Af, wat is nou een beetje Jordi's type? Ja, nou, die man die binnenkwam, dat helemaal niet. Niet. Nee, is dat niet? Nee. Het was een beetje een boer. Oké, okay. Okay, wat is dan Jordi's type? Loopt er iemand hier rond die Jordi's type zou kunnen zijn? Of? Qua inwoner. Of, weet ik niet. Hoe mooi je naam trouwens. Ja, trouwens, inderdaad. Dank je. Ik denk, nee, hier niet, denk nee. Ik. Okay. Nou, nee. Twijfel? Ook geen Brenda? Niet echt zo'n type als je van tevoren zou moeten aanwijzen, weet je wel. Okay. Maar qua innerlijk denk ik wel Brandon of zo. Ja. Oké. Okay. En wat voor uiterlijk vindt hij het leuk? Ja. Was stoer. Een beetje mannelijk. Wel mannelijk. Ben je een type omschrijven? Ja. Nou, Is dat niet zo'n type? Ouder. Ouder, ja, hij houdt wel van ouder. Ja, ouder. Dat heeft ze toen ook tegen ons gezegd. Ja. Ouder, en donker haar. Donker haar. Oké. Okay. Donker haar. Mag best wel een tintje hebben, toch? Oh, leuk. Ja. Ja. Mooie ogen. Schattig, denk ik ook wel. Ja. Maar wel mannelijk. Was mannelijk, ja. Want mannelijk. Hij is vrouwelijk. Ja. Ja, klopt. Okay. Dat klopt. Ja. Want dat weet ik nog. Van mijn vrienden zijn... Ik heb ook allemaal vrienden. Ja. En die zijn een beetje vrouwelijk. En dan moet je niet vrouw en vrouw bij me. Nee. Oké. Ja, leuk. Ja, voor de rest, volgens mij verschillen zijn dates best wel. Ja. Die lopen best wel uiteen. Okay. Volgens mij is het sowieso maar meestal ouder. Meestal echt ouder. Ja, dat gaf hij ook aan. Hè? Ja, dat klopt. En ogen, ja. En qua innerlijk moet hij ook wel echt... Hij moet wel inhoudelijk zijn, zeg maar. Niet een beetje intelligent en anders. Ja. Dus qua innerlijk een beetje Brandon-achtig. Wat vindt hij... Nou, bruin haar meestal wel. Ja, donker haar. Ik heb hem nog nooit met echt een blonde jongen. Ja, en niet van die rare... Die gast had van die rare piercings. Oh ja. Ja, zijn wenkbrauw. Ja, ja, klopt. Juist. Maar ze had het wel, wat is hij? Jullie hebben denk ik wel gezien. Hij vond het wel gezellig. Ja. Maar ik, ja. Heeft u daar nog wat over gezegd? Nee, helemaal niks. Nee, gewoon meer van, joh, het is gezellig. En maar moet dat ze nog een keer gaan afspreken. Denk het niet. Hij komt wel vanavond naar Love is Love is. Ja. Oh, echt? Okay. Ja, hij komt wel vanavond. Ik ben benieuwd hoe Jordi zich vanavond... Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja. Oké, nou, dat... Waar gaan jullie... Gaan jullie vanavond wingmannen? Nou, wie weet. Wingman. Er zullen vanavond toch vast wel mensen komen die... Ook ja, nou, daarom zitten we een beetje te kijken van wat is nou... Kijk, ik sta sowieso wel bij de bar. Ja, dus als ook. Ik iemand leuk zie, zij ook, dan kunnen we misschien zeggen van... Hey, ik zou ook bij het ontvangstlul eens uit te delen. Dus dan, hey, jij... Ja. Dus hou even, hij moet donker haar hebben. Ja. Beetje een zacht... Maar het is niet zo dat als hij het niet heeft, dat hij dan gelijk is afgekeurd. Nee. Maar het is wel een voordeel. Snap? Ja. Een beetje gespierd mag ook wel. Ja, oké. Niet zo lang, zo'n lange slungel. Hij wil wel iets groter dan hem. Wie? Oh! Gay... Heeft hij donker haar? Ja, een gay bar in Amsterdam heeft hij. Maar we hebben hem geprobeerd te benaderen, maar dat is niet gelukt. Echt? Dus ik heb gezegd, buiten ga ik een date voor je regelen. Vol met tatoeages. Oh! Dat. Ja. Maar hij moet wel iets groter zijn dan hem, denk ik. Ja. Okay. Hoe vind je nou dat hij tattoos heeft, Jordi? Ja, hebben we nu twee, hè? Heeft hij er twee? We hebben nu ook hier, zeg maar... Die hebben we gezien. Ja, en hij heeft hier eentje. Een flamingo, een ananas en een palmboom. Ja. Eerlijk, maar je hoort heel vaak dat als je eentje er zet, dat je dan... Ja, meerdere. Verslaving, ja. Ja. Hebben jullie ook die hier gezet? Ja, ik heb deze, doe Kaylee. Deze. En ik krijg er hier nog eentje en hier om mijn vingers. Ook een beetje dezelfde. Ja, dezelfde stijl. Ja. Dus Kaylee haar stijl, ja. Ja, oh ja. Ja. Een beetje mandala-achtig. Ja. Ja. Mooi hoor. Oké, nou dan weten we even genoeg. Nou, leuk. Gaan we jullie niet langer succes ermee. Dan gaan jullie weer lekker bij Dank je. Bij het heer. Ja. Doei. Doei. Zo.